Goedemorgen! Ik ben lekker aan het genieten van een koffietje op de bank. En helemaal zen omdat ik mini-vakantie heb. Jordi en ik gaan vandaag en morgen, dus twee nachtjes in Zeeland, in een klein hotelletje slapen. Om even de natuur in te gaan en de drukte van Amsterdam uit te gaan. Hier is het toch echt alweer heel druk op straat. Je kan bijna geen afstand houden en... het is ook gewoon heel fijn, merk ik, om even de natuur in te gaan en bij de zee te zijn. Ik merk dat het me dat zo goed doet. En eerlijk gezegd ben ik door deze periode heel erg gaan beseffen hoe mooi Nederland is. En hoeveel fijne plekken hier zijn. En hoe erg je kan genieten van je eigen land ook. Dus ik vind het heel leuk om dat te ontdekken en af en toe naar een nieuw natuurgebied te gaan. Ik klink alsof ik 50 ben. Maar ik vind het echt heel nice om te zien dat je hier gewoon echt op vakantie bent. We gaan nu dus naar een hotelletje in Zeeland. Ik kan even niet op de naam komen, maar iets met Noordwellen. En het ziet er in mijn fantasie, plus de plaatjes online, uit als een soort mini Miami hotel. Met een zwembadje waar je aan kunt liggen en dat soort dingen. En Zeeland is natuurlijk sowieso een stuk minder druk bevolkt dan Amsterdam. En... we hebben natuurlijk onze eigen auto, onze eigen kamer. Er is geen gemeenschappelijk restaurant of zo wat daar nu open is. En je kunt heel erg je eigen plekje in de tuin of bij het zwembadje pakken waarbij je afstand kunt houden tot de anderen. De bezetting is daardoor ook niet op 100%. Dus wat dat betreft kunnen je met een heel gerust hart wel alle regels naleven wat betreft de distancing. Sowieso... merk ik dat we natuurlijk nu weer naar een nieuwe maatschappij toe gaan. Waarbij over een paar dagen, maandag, alle restaurants weer open gaan. En barren en kroegen en museums en bioscopen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. En ik vond het ook een goed moment om nog even een mini break te houden. Gewoon in eigen land of zelfs eigen huis. Voordat dingen misschien weer normaler worden. Ik drink even mijn koffie op en dan ga ik wat spullen inpakken. Mijn koffer inpakken vind ik altijd echt bijna een sport om te kijken hoe kan ik het zo slim mogelijk doen. Zodat ik er zo leuk mogelijk uitzie, me zo chill mogelijk voel en zo min mogelijk bij me heb. En mijn super truc is, nou er zitten eigenlijk meer formules achter. Ik heb ooit een video gemaakt, maar die is zo oud dat ik dit eigenlijk nog een keer moet doen. Over hoeveel bovenstukken... onderstukken, jurken, jasjes, schoenen je meeneemt voor bijvoorbeeld een week of twee of drie weken vakantie. Het komt er in ieder geval op neer dat je wil zorgen dat alles bij elkaar past en elkaar aanvult. Dus ik kijk altijd naar één kleurenpalet, zodat eigenlijk alles onderling met elkaar te dragen is. En ook naar een soort multifunctionele items die je... bijvoorbeeld een badpak die je natuurlijk overdag kan dragen, maar ook als top 's avonds... of een bikini topje dat wat bredere bandjes heeft, zodat je het ook als crop top kan dragen. Een sjaaltje dat je ook als top kan dragen of in je haar of om je tas. Dus met dat in gedachten heb ik nu dit gepakt. En hier zou ik dus prima bijvoorbeeld een week mee vooruit kunnen. Dus misschien moet er ook nog even wat uit. Ik heb het eerst zo neergelegd en dan ga ik even kijken wat ik nodig heb. Want ik ben natuurlijk maar 3 dagen weg. Zo ziet het er dan nu uit. Dit is wat ik dan mee zou kunnen nemen. Maar eigenlijk is dit wel geschikt voor een langere trip al. Want de gymsuit heb ik dan. Die doe ik zo meteen aan. Een lange jurk met lange mouwen. Een slipdress, dus zonder mouwen. Maar ik heb ook nog een kaftan met lange mouwen. En die zou bijvoorbeeld wel weg kunnen. Heb ik een top met lange mouwen. En een perfect wit ribbelhemdje. Een rok en een spijkershortje. En ook nog deze lange leggingbroek, die zou eventueel ook weg kunnen. Maar stel dat je bijvoorbeeld langer weggaat, dan heb ik 2 paar schoenen, slippertjes met een klein hakje en gewoon chille birkies. En mijn swimwear is dan ook helemaal aangepast op dit palet. Dus dan zou je bijvoorbeeld outfit 1 hebben, outfit 2, outfit 3 en 4. En dan kan je... deze top natuurlijk met de jeans dragen, het hemdje met de rok. Maar ook bijvoorbeeld dit zebra badpak op die roze rok of op het spijkershortje. Je zou bijvoorbeeld deze broek kunnen dragen met een sjaaltje als top. Dus zo zijn er best wel veel opties. En heb je eigenlijk echt al 10 outfits die je hiermee kan maken.
Terwijl je dus, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kledingstukken meeneemt. Daar zou je dus een week mee kunnen doen in principe. Alleen heb je nog iets van een jasje of blazertje nodig. Ook een goede is om steeds twee opties te hebben in één categorie. Dus bijvoorbeeld qua jurken heb je dan een lange jurk met lange mouwen die warmer is. Waar je misschien zelfs een hemdje onder kan doen of zo om te layeren. Of god forbid, een legging die je niet ziet, wat ik altijd stiekem doe. Of een panty die afgeknipt is. En een jurk voor als het warmer is, dus helemaal met blote armen en schouders. Een top met lange mouwen en echt een hemdje. Wat je ook weer kan layeren met een blazer bijvoorbeeld. Een broekje dat dan heel casual is en lekker naar het strand kan. En waar je gewoon op het zand kan gaan zitten en dat maakt niet uit. En het rokje is dan bijvoorbeeld wat chiquer, zodat je dat ook weer uit eten aan zou kunnen. Of als je je gewoon wat meer dressed up wil voelen. Maar je kan het ook met een hemd en je Birkenstocks weer casual maken. En qua swimwear geldt het bijvoorbeeld ook. Heb ik een badpak en een bikini, zodat ik en al twee verschillende topvarianten heb. Maar ook gewoon bruin kan worden zoals ik dat wil. En me in een badpak soms wat chiller voelen. Dat is het eigenlijk. Ik ga nu denk ik toch nog even wat dingen killen. En dan kijken of ik het echt in een klein strandtasje mee kan nemen. Hetzelfde doe ik trouwens ook met beauty spullen. Heel erg downsize en alleen van die multitaskers eruit halen. Dus een highlighter, een vloeibare blush die je ook bijvoorbeeld op je ogen kan gebruiken. Een wenkbrauwgel. Misschien iets koperkleurigs voor op je ogen. En dat is het eigenlijk wel een beetje. Oké, alles zit hierin. En uiteindelijk laat ik deze dingen thuis. Hemdje, de rok en toch deze jurk die best wel wat ruimte inneemt. Want ik heb toch al mijn jumpsuit met lange mouwen. Zo'n cute mini straatje. Oh, van dit soort huisjes. Adorable. We zijn net aangekomen en ik heb even iets zomers aangetrokken en vrienden van ons zijn hier ook nog één nachtje, Wally en Lorene. Dus die gaan we nu even beneden meeten in de tuin. Ik ben met mijn lieve vrienden Wally en Lorene. En Lore heeft dus vanochtend zelf oesters in het wild, hoe heet dat, geplukt, gevangen? Oesters plukken. Oesters plukken. Hallo, tjus. Opa. De oestermaster staat hier voor me. Niet te geloven. Hoe leuk was dit, Lor? Ja, het was super leuk. Ik heb me wel bezeerd, maar dat hoort er een beetje bij, ben ik bang. En ik ging echt met kaplaarzen de zee in, over de rotsen, met een bijteltje. Zo die oesters er afgehakt. Yes. Helemaal blij, helemaal blij. Oh my god, jongens. Ik voel me hier zo thuis. Iets te veel, heb ik het idee. Hoezo? Hoezo zeg je dat? Oh nee. Ik lig hier heerlijk. Nu heb ik mezelf op de bank neergevlijt. Het is een enorme bank. En nu hebben we al nog wat leftover snacks gekregen. En nu krijgen we hele bolussen met ijs en slagroom. Zometeen maar voor de bachelorette kijken. Heerlijk ervan. Good morning. Het is donderdag en dit is onze tweede dag hier. We hebben het lekker ontbeten. Eerst uitgeslapen. We hadden best wel veel wijn. Best wel veel wijn gedronken gisteren. Dus het slapen ging goed. Jordi zit even buiten. Ik lig heel even 1 seconde op bed. Omdat ik alvast wat vlogmateriaal aan het uploaden was. Van gisteren. Zodat deze vlog dit weekend nog online kan, hoop ik. En vanochtend heb ik een soort mini Instagram cursusje gegeven aan de eigenaresse van deze B&B. Superleuk. Even wat tips gedeeld en dat soort dingen. Nu ga ik mijn telefoon uitzetten, tijdschriften pakken en buiten genieten.
Hier zit ik te lezen bij het zwembad. Heerlijk. Hé, hey, zeemonster. Hey. Even wat lunch maken met deze vrienden erbij. Na de hele dag bij het zwembadje te hebben gelegen, gaan we nu op ontdekkingstocht. We komen echt nooit in Zeeland, dus het is wel leuk om even te kijken waar we nu zijn. Dit is ons pareltje. We mogen een tijdje deze Nissan Leaf lenen van Nissan, wat een helemaal elektrische auto is, dus dat is super cool. We rijden altijd elektrisch, dus of in deze auto of op ons elektrische brommertje of we fietsen. Ik vind dat toch wel heel fijn. Het zijn relatief best makkelijke veranderingen die je kunt doen om toch je impact op het klimaat wat minder te krijgen. Jordi is er ook echt al mee naar het buitenland geweest voordat corona uiteraard losbrak. Waar was je naar Zwitserland gereden? Mm-hmm. Zwitserland gereden en op wintersport. Natuurlijk is de wereld nog niet overal perfect op elektrische auto's ingesteld. Maar het was toch wel goed te doen. Dus ik hoop dat we ooit over een tijdje bijvoorbeeld samen naar Italië of Spanje of zo kunnen rijden hierin. Dat zou wel te gek zijn.